stad Antwerpen start met een nieuw grasplan. En de nadruk ligt hier vooral op het beperken van het aantal maaibeurten op de stedelijke graslanden. En ik heb vandaag afgesproken met Christian, expert bij de Groendienst, om mij daar alles over te vertellen. Hallo, dag. Hallo. Goedemiddag. We zijn hier in het Schoonse Lof, hè? Maar in heel Antwerpen eigenlijk doen jullie aan extensief maaibeheer. Ja. Wat is dat juist? Dat klopt. Wel, mensen zijn eigenlijk gewend met gazon dat die elke week of om de twee weken wordt afgereden. Maar eigenlijk is een gazon een beetje een woestijn. Dat is redelijk steriel. Wat wij doen is extensief gaan beheren. Dat wil zeggen 1, 2 tot maximum 3 keer per jaar gaan we dat gras maaien. En daardoor krijgen kruiden de kans om erin te groeien. Ja. En dat trekt insecten en andere kleine dieren aan. Dat zorgt voor een gezondere bodem. Dat zorgt voor een betere infiltratie van regenwater. Dus je krijgt daar een enorme boost in de biodiversiteit. Ja. En daarom hebben jullie dus een volledig grasplan gemaakt. Klopt. De Groendienst beheert 560 hectare gras. Dat zijn 1000 voetbalvelden, dat is de moeite. En we hebben eigenlijk de filosofie omgedraaid. Waar dat vroeger zo was van we maaien alles zoals een gazon. En waar dat niet echt hoeft, daar gaan we misschien wat gewild gras laten staan. Mm-hmm. Hebben we dat nu omgekeerd en zeggen we kijk, gewild gras is de norm. En alleen als het nodig is, een speelterrein, een ligweide, daar gaan we nog echt intensief dat gazon maaien. En voor de rest gaan we alles gewild beheren. Dus we gaan echt kijken van wat is de toestand van de grasmat en wanneer moeten we maaien. We gaan maaien op het moment dat de bloemen zijn uitgebloemd en dat ze zaad gevormd hebben. Ja. Het voordeel daarvan is het jaar erop dat zaad kan kiemen en gaat er nog meer bloemen hebben. En een extensief beheerd grasveld, dus een gewild gras, kan eigenlijk veel beter schokken verdragen in klimaatwijzigingen. Het kan veel beter tegen de droogte. Het kan ook veel meer water absorberen. Je hebt een veel gezondere bodem. Dus eigenlijk zijn er heel veel voordelen aan dat gewild gras. Oké. Ja, je hoort het. Het grasplan zorgt ervoor dat het groen ontspanning wordt voor de bewoners en ter stimulering van de fauna en flora. Wild gras wordt dus gewild gras.